De openbare vergadering van de Nationale Assemblee, waarbij het decreet uitgifte domeingrond en de zegelwet behandeld zouden worden, zijn gisteren verdaagd vanwege gebrek aan quorum. Vernomen wordt dat de fractie van de ABOP, Patricia Etnel van de NPS en de NDP de presidentielijst niet hebben getekend. Voor de vergadering over de conversie van grondhuur naar eigendom. Een derde vergadering die ook voor gisteren was uitgeschreven, de behandeling van de rijwet, heeft wel plaatsgevonden. De VAP-fractie was echter niet aanwezig in deze vergadering. De ABOP, PL, NPS en NDP hebben dus alleen vergaderd over deze kwestie. Na een korte vergadering is de behandeling van de rijwet verdaagd naar morgen en dat is donderdag.